Hallo allemaal, we zijn ondertussen alweer de volgende dag. Ik heb eindelijk gevonden waar ik een watertank kan kopen. Geloof het of niet, maar ik vind het erg raar. Maar goed. We gaan naar deze, dan ga je naar dieren. En dan scroll je en daar hebben we een watertank. Waarom staat het niet gewoon bij de andere dingen? Ik vind dat zo achterlijk. Nee, niet huren, flikker op. Als je als tegen bent in zo'n wat normale leven, als hier als je dan alleen. Ja, ik had een watertank hier neergezet en ik ga weer gewoon. We moeten even teleporteren. Ach, nee, niet hier. Oh, nou. Dank u. Hier. Oh nee, ik kan niet goed hem ophalen met de trigger. Gelukkig ben ik wakker. Wat ga jij doen hier? Oh, nou wel. Je had echt die tijd nodig om na te denken. Je denkt ook, het is 24 uur stil geweest, laten we nu maar weer even. Ik ben op start. Goed, de Jan hebben we. Nou, als je een boerderij hebt, kun je ook gewoon naar je land toe teleporteren. Heb ik uitgevonden. Oh, dat was ook wel interessant. Nog steeds geen auto's hier voorbij. Zie ik, mocht jij toevallig deze komen? Nee, jammer. Ik heb het echt in de gaten gehouden. Dat is dan niet mijn band. Nee, dat is 66. Dan moet ik 66 maar kopen met de tijd, want ik denk steeds dat het mijn band is. Weer in. Volgens mij moet ik die kant op. Ja, zie je wel. Wat ben ik? Nou, oh. Ja, daar hebben we ook bommetjes. Zo, hey. 1621 uur is over, maar ja. Maart, holy shit. Maart ben ik mijn YouTube kanaal begonnen. De dag dat is heel toevallig. Op de dag dat mijn vader jarig was, ja, hij is helaas overleden, daar stond ik niet eens bij stil. Toen ik laatst keek wanneer ik mijn YouTube deed, oh, 31 maart dan maar. De 31 maart ben ik mijn kanaal begonnen. Maar dan was mijn vader was ook weer jarig. Maar ik stond er helemaal niet stil dat mijn vader jarig was. Ik weet dat ik het s'nachts om 12 uur had gedaan. Waarom weet ik ook niet.
Maar ik geloof dat ik toen een tik kreeg van wat ik. Nou, ik bedoel, niet mijn YouTube-kanaal, want die heb ik al veel langer. Maar ik ben in maart begonnen met uploaden. Ik zie hier nog steeds een vogelspoek. Gisteren ook al. Weet je, hoor, zijn kinderen buiten die aan het spelen zijn. Ga niet dicht. Nee, ik ga verkeerd. Wat ben je? Daar. Ah nee, ik ga goed. Holy shit. Holy moly. Ik moet een waterplas vinden waar ik mijn ding kan vullen. Ik kan mijn kast vullen. Ik kan de tomaten groeien. Ik zit te kijken waterpomp, maar dan krijg je maar 500 water van. Nou ja, het is een leuke opstart geweest als je water gaat natuurlijk. En dat wordt niet meer. Rechtsaf. Nee, linksaf. Ik zag op tijd dat oranje ding daar. Meen ik de kamerspoek? Is echt leren. Dat pak ik zelf helemaal overtuigd. Nou, ook wel geld uitgegeven. Daar zat aan een silo. Aan een kas. Ik weet niet meer wat ik voor die ik geloof 3000 voor die was het 3000? Nee, ik ga mijn eigen route terug doen, maar wat. Ik moet even kijken of ik water tegenkom. Water. Oh ja, ik zie water. Oh, spookrijden. Dan gaan we daar even tanken. Want dat kost het namelijk niks. Zal het hier iets zijn? Ah, daar is het. Is er een doorgang waar ik naar achter? Jazeker. Nou. Ik wil verwinnen. Oh, zit ook zo'n debiele koppeling? Oh nee, oké. Schok al. En dit moet ik even niet in de busbussen.
steeds niet. Hey, kom op naar. Man. Even schijnziek van dit spel, dat is weer. Hij staat in het water. Je moet eerst het werktuig vullen met bijvullen, mobiele watertank bijvullen. Ja, wat denk je waar ik mee bezig ben? Oh, je moet R in gedrukt houden. Ah. Maar vullen stoppen, ben je gek? Om wel lekker 100 worden. Maar vaak toen kon mijn trekker het niet meer trekken. We zullen zien. Nou, hij gaat ook achteruit, dus dat ziet wel goed. Duizend liter, 7300 liter. Nou ja, die kast die lust ook allemaal aardig bij tussen. Nee, maar nou moet ik even kijken hoe ik moet rijden, want ik ben uit de stal weg kwijt. Die rijdt dan. Ah, als we omdraaien, dan kom ik er bij me. Dan zijn we sneller. Dag paaltje. Ik rij ze nooit uit de grond, zeg ik toch. Hé, hertjes, dag hechten. Die is niet zo groot. Ja, deze tik er bovenop, zet ik er aan, maar niet. Nee. Staat niet eigenlijk op. Ik weet namelijk vroeger dat ik zeker mijn vader in de auto. En dan reden we onder een brug door. Dat was met die zwart-wit geblokte vlakken. Ja, we hadden, waar is dat voor vader? Papa. Aquaduct. Dan vertelde hij van ja, dat ligt water. Ik was maar heel klein, dus ik weet dat ik daar maar aangepakt in trek. Ik vond het wel altijd een schitterend uitje. En mijn vader was. What the fuck, waar ben ik nou helemaal naartoe gereden, joh? Dit maar even bij volgen. Oké. Dat is de volgende weer naar links. Oh shoot, ik heb geen tijd gezet volgens mij. Scherpe bocht. Weg de spuit. Ik heb een add-on gedownload. En dat is van een. Hoe zit het ook alweer? Verwoest land, zeg maar.
soort volheid. En dat is. Nou, voor mij is het wel gewoon af. Dus dan gaat het naar 2040. Nou, dan gaan we even water geven. Dat is een beetje gemakkelijk ingezet hier. Hier is het niet. Als je gaat tanken moet je R drukken, maar zie je op die hier ook gewoon niet drukken. Oh, er gaat wel heel veel in. Oh, what? Nou, ik ga hem wel vullen. Is er hier geen water in de buurt? Ik denk dat ik er een keer zo takken in te rijden. Ja. Een 70. Want ik was bij 56 de eerste keer. Ga ik naar de 70. Hij als maniak. Ik zou er nog 70 gingen. Oh man. Even tegen de first person. Zo ja. Niks aan. Die buurt. Zal ik in de gaten houden of ik geen waterplas tegenkom. Zie je water? Dat is ook precies niet. Ah nee, dat is een klein stroompje, dat gaat niet. Dat gaat niet, denk ik. Ik ga het ook niet proberen. Nou, ik denk zo'n brug, hè. Dan heb je wel water. Ja. Ik weet dat ik eerst het paard. Mag even, kan ik van die melding aan komen? Nee. Nee, jammer. Oh, ben ik verkeerd gegaan dan? Want hier is veld 70. Ik heb verkeerd gekeken bedoel ik.
اه لا هي تشفيت عيني شايفة. اه طب يا حلاوة كده، أول ما في جو يا أخي شو they have bought food to buy can I have a little bit of a yeah for that to me that you eat me can I be in a banana oh ja kijk eens oh kijk nou dat is dat dat is de wereld oh drie vallen nou wat je wereld moet. Zo. Nee, achter. Weet je wat, ik heb een makkelijke idee. We gaan gewoon het water in. Jodie. Ik heb nou spijt. Oh, je hoeft er helemaal niet in gedrukt aan van enkel beter drukken. Kijk. Daar is het minder. Oh, hier kan ik ook van. Oké. Oh, het gaat er veel water in zich. Dit is weer 73. 146.000 liter gaat er nou in. Maar ja, we hebben water. En er zit al voor een deel water in de kast, dus... Nou, misschien is dit met mijn machine maar een beetje van nodig. Of weer een tik, ik weet het niet. Ik heb nooit de kast gehad, dus. En misschien heb ik met de tijd wel wat water kunnen neergooien, zodat het in alle tijden standaard 500 liter in zit. Dus dat het door mocht krijgen en denken dat het op water is. Nee, dan gaan we makkelijk twee in. Sup. 140. Hoeveel water heb je in de ramen zitten? Je hebt er natuurlijk al wel weer water uitgehaald, een beetje verklapt. En dat kan ik niet zien, want er staat mijn cameraatje voor. La 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 la. Ja, ik moet ook een ander screen capture programma hebben, want dit is van mijn videokaart, maar je kan alleen de camera mee in de hoeken zetten. In plaats van dat ik hem een stukje in de zijkant zou kunnen zetten, dus dat gaat niet. En ik heb al niet veel games met moeite gehad dat ik de dingen pak, maar we gaan er maar eentje halen.
je eindelijk naar mij is hier. Ik ga gewoon in het vijand zitten. Mij geen helft. Ik ga er gewoon via deze kant. Kan makkelijk. Fijn, 3 weken later. Alles uitgedroogd. Chris kon even water halen. En we zijn weer vol. Wanneer ik weer wat geld heb, dan koop ik er 2, dus dat ik ten alle tijde 1 volle time heb staan. En ik denk dat ik deze, als die kast vol is, dat ik deze verder aftank, zodat ik sowieso weer 1 volle tank heb staan. Ik vind het wel beter. Voor als je zonder water moet zitten, dat je toch in ieder geval een tankje voorraad hebt. Je vervoert toch niks anders, je vervoert toch niks anders. Hallo. Ik vervoer toch niks anders in deze tank, dus. En als je 2 tanken hebt, dan weet je in ieder geval genoeg water hebt om even door te kunnen. Maar de tweede tank die komt op waterprijs. Aan de andere kant zit deze route al aardig bij mijn hoofd weet. Ik heb er geen enkel op de kaart gekeken. Net wel even om water te halen, omdat ik dacht, ik wil het te ver doorrijden. Maar toen had ik alweer een herkenningspunt gezien. Dus ja. Ja, dit is heel makkelijk, want daar heb je mijn kast op. Dus. Ja, als ik het een tijdje doe, dan weet ik het ook. Maar dan moet er geen baan ertussen zitten. Dan is de kans groot dat ik het al niet kwijt ben. Ja, dat is misschien het overdreven. Bij jaren. Maar zo is het bij jaren. Ja, meneer. Op het moment dat ik wil terugdraaien, laat het zuig naar de bus. Nee, niet naar het bus. Niet te scheren. Ik heb nog maar een paar duizend keer te doen met een klein kind in het hak. Zie je nou te toeteren, idioot? Kan je niet zien dat ik bezig ben? Ik ga maar die rotzooi eens even weghalen, want ik word er een beetje schijtziek van. Hallo, wacht, ja, ja, voor hem. Ik ben moe.
En waarom gaan die deuren niet dicht? Er zit weer eentje achter je. Ja, rijden, kom op. Oh, dat is diezelfde sukkel die net soms tieten. Waarom gaat het nou niet? Het ging net, ging het er twee keer en toe perfect. Blijf nou eens op je plek, hé. Hey. Nee. Wat is dit nou voor gelul, zeg? Ja, even lekker wachten. Ah, man. Wat is daar de water, denk je? Je doet hier rot op, man. Je achterlijke getoetestijd. Natuurlijk, dus dit is weer een massieve paal die je niet omver krijgt. Wat is het in ene druk op deze kutweg? Het is normaal laat. Oh, maar ik denk dat ik het verkeer wel ga uitzetten. Finally! Gaan de drie tanken? Oh mijn god. Nee! Wauw, er zit nog 1900 liter in. Woehoe! Maar ja, we gaan wel weer het verwater halen. Goed is er gaat naar nou, tomaten produceren. Nou, zo komt het verkeer maar door. Hij zit maar uit de weg naar. Waarom? Nou, ik begon wel wat te kijken voor wat het al. Het is hetzelfde als je hier al. Dan rij je met je trekken tegen een auto aan en dus net als tegen de muur aan rijdt. Nou, ik wil wat zeker dat als jij met je trekken tegen je auto aan zit, dat die echt wat schade doet. En achter de gedaald. Dus er gaat 2 en 3 kwart tanken. Goeiedag. Oh, dan is hij ook niet zo leeg. Dat is wel een voordeel. Nou, kijk, ik kom eraan. Ik heb voorrang. Ah, waar zit in die waterding nou weer hier? Nou, dicht bij de kast. Thank you.
Ik denk dat als ik genoeg geld heb, dan ga ik verhuizen met mijn bedrijf, maar dan gaan we weg uit Amerika. Dan gaan we dan denk ik naar Frankrijk. Daar deel 2. Maar dat is nog niet in zicht. Ben je eigenlijk wel niet alleen maar half weet. Zal dat ding niet weggaan als ik uitgelopen ben? Nou, het is de volgende dag, nou, ik het gisteren moet gaan laten staan. Dat ik filmpje dat ik wou was, ik heb het wel ook wel laten staan. Dat is niet de bedoeling, maar ik zat best bezig met de uploadjes. Ik stond er niet meer bij stil dat dit spel actief was. Ja, die kan. Oh nee, ja, die kan niet. Ah nee, want hier ligt ze ja, die ik weet het niet. Tomaten. Hartstikke goed. Zo. Nou, ik weet niet hoe lang deze video nou moet zien. Het eerste volgende wat ik ga kopen is een schuur. Die spullen binnen kan zitten. Want als er wel twee schuren willen. Kijken of alles goed is. Ik zou zeggen dat die gekalkt is. Duizend liter. Ik ga nou toch tomaten doen of ziet het verkeerd? Want er zit al een tijdje water in, dus dat gaat al wat groen erbij mogen zitten. En jij bent ook tomaten. Oh, activeren. Vandaar. Dit is uitgaande product, hier heb je helemaal niks mee te maken. Hier moet je klikken wat je wil doen. Als ik op slagen klik, dan moet ik dat activeren. Als ik op aardbeien klik, zal ik daarop moeten activeren. Maar ik wil tomaten. Kijk, nou, want daar zie je dat het water ook naar beneden gaat. Niet zo hard gelukkig, maar hij ging van de 20.000 naar de 19.999. Dus. Blij dat ik aangewijs was, dat ik even naar de plek. Kijk, daar staan er ook plantjes in. Maar hoe krijg ik die fucking deuren nou dicht? Ik druk op E, op R, er gebeurt helemaal niks.
Toen ik ze open kreeg, stond ik bij die watertank. Want toen klikte ik op die watertank. Hé, ze worden gesproeid. Geworden. Dicht. Ik heb een denk dat het ding in de weg ligt. Dan gaan we weer even weghalen. Oh. Hey, achteruit. En daarom is je moet ik ook een garage hebben. Maar ja, ik heb nou tenminste een bron van inkomsten. En dan denk ik. Of dat ik eerst een saaie ga kopen. Bij eerst een garage. Graag moet op deze kant te staan. Dus ik op deze bijvoorbeeld hier te staan. Ja, ik ga eens even het terrein onder handen nemen. Want, ik beëindig deze video, want ik wil het niet doen in de tijd dat ik het filmen ben. Want het gaat heel lang duren. En ik moet nog even leren hoe ik mijn video's kan versnellen. Op bepaalde stukken. Dus daar ben ik mee bezig. Bedankt voor het kijken en ik hoop je in de volgende video te zien. Doei doei!